Het is de politie die waakt als de burger slaapt. Dat is vrij vertaald altijd het motto van de Nederlandse politie geweest, dat in het Latijn boven menig hoofdbureau hangt. Maar na vanavond kunnen we die spreuk beter veranderen in: het is de burger die waakt als de politie slaapt. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En politie en justitie met onze reportages van vanavond probeert wakker te schudden. Volgens justitie daalt de criminaliteit in Nederland en kunnen er in de komende jaren zelfs 8 gevangenissen worden gesloten. Als ik de minister was, zou ik daar echter nog maar even mee wachten. Want daalt de criminaliteit wel echt? Of is dat soms een goed nieuws fopspeen? Uit onze verborgen camerareportages van vanavond rijst in ieder geval een heel ander beeld. Een beeld van een politieloket dat niet meer is dan een afpoeiercentrale voor misdaadslachtoffers. En ja, als je dikwijls te belabberd bent om in actie te komen, kun je natuurlijk makkelijk zeggen dat de misdaad daalt. We komen voor een gele Suzuki motor. Het is begin maart dit jaar. Het einde nadert van een gedeeltelijk mislukte undercoveractie. Er is een dure motor gestolen bij een handelaar uit Soesterberg en het spoor leidt naar dit loodsencomplexje in Rotterdam, waar we met de plaatselijke politie een kijkje nemen. Een motor van 16.000 euro... die al lang had kunnen worden teruggevonden, en een dader met een omvangrijk strafblad die al lang gearresteerd had moeten worden. Maar dat gebeurde niet en dat komt niet door onze mislukte verborgen cameraactie. Dat is de schuld van de politie in Soest, waar de motor werd gestolen. Hans Smit is eigenaar van een motorzaak in Soesterberg. Op een zaterdagmiddag, half januari dit jaar, komt er een man de zaak inlopen. Hij heet Johan. Toevallig of niet, het is dezelfde Johan die 5 jaar eerder, in 2004... een motor stal uit het vorige filiaal van Hans Smit. Nou, in 2004 kwam Johan B. bij ons een motor huren. Zoals gebruikelijk maken we altijd een kopietje van het rijbewijs en betaalt meneer netjes zijn borg en vertrekt met zijn motorfiets. Vervolgens, na het weekend, komt Johan niet terug. En wij gaan bellen. We vragen van Johan, waar is de motorfiets? Allerlei smoesjes. En later blijkt dat hij gewoon de motorfiets heeft verduisterd. Dit is het kopietje van het rijbewijs waarmee de dader zich destijds in 2004 legitimeerde. Het is de dan 35-jarige Johan B. uit Rotterdam. Wij waren 5 jaar geleden zeker niet de enige. Er waren nog een paar collega's die met Johan B. te maken hebben gehad. En wat achteraf op bleek, nog 12 andere bedrijven die daarmee te maken hebben gehad. Op 17 augustus 2004 is de dief door de Rotterdamse politierechter veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar... waarvan 2 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. En nu staat diezelfde man dus weer bij Hans in de zaak om een proefritje te maken. Omdat de op dat moment onwetende zoon van Hans niet zo'n goed gevoel heeft bij de klant, verzint hij een smoes om hem later te laten terugkomen. Het is die dagen koud en alle wegen liggen onder de pekel. Hij kan beter volgende week een proefrit maken. De man laat wel alvast een kopietje van zijn rijbewijs achter. We hebben dus het rijbewijs erbij gepakt. En toen kreeg ik de schrik van mijn leven, want daar stond Johan B. op, die ons 5 jaar geleden ook al heeft benadeeld. En alle stoppen sloegen op dat moment door. Dit is dat nieuwe kopietje. Johan B. woont inmiddels in Den Haag. Hans heeft het sterke gevoel dat deze verdachte een zeer groot aantal vergelijkbare diefstallen aan het plegen is. Ten eerste natuurlijk omdat het wel heel erg toevallig is dat de dief juist zijn zaak eruit pikt om weer een proefritje te maken. Ten tweede omdat Hans die week een bevriende motorhandelaar uit Brabant spreekt met een alarmerend verhaal. Het is Johan Verstraeten, eigenaar van deze motorzaak in het Brabantse Bossenhoofd.
Hij kreeg eind vorig jaar te maken met dezelfde Johan B. Johan is bij ons langs geweest en naar alle afspraken, zelfs prijsafspraken waren rond, hebben wij een kopie van zijn rijbewijs gemaakt. En is hij met aan de proefrit begonnen. En later op de middag bleek dat hij niet meer terugkwam en hebben we de politie ingeschakeld. Johan B. is kennelijk door heel het land op dievenpad en overal laat hij zijn legitimatie achter. De Brabantse motorhandelaar heeft direct aangifte gedaan, maar de politie lijkt niet geïnteresseerd in de motordiefstal. Na onze aangifte hebben wij nooit niks meer van de politie vernomen, van onderzoek of dergelijke, helemaal niets. Zou de dader erop rekenen dat de politie er toch niets mee doet? Dit alles is voor Hans Smit uit Soesterberg reden om ons programma in te schakelen. De verdachte, die dus anderhalve maand eerder een motorstal in Brabant, heeft in Soesterberg aangegeven te willen proefrijden op deze gele Suzuki GSX R1000 ter waarde van 16.000 euro. We besluiten het spel mee te spelen en plaatsen verborgen camera's in de showroom van Hans Smit om te onderzoeken of Johan B. werkelijk zo brutaal is om notabene met afgifte van zijn legitimatie voor de tweede keer een motor te stelen bij dezelfde winkel. En om te onderzoeken wat de politie onderneemt als het inderdaad weer tot een diefstal komt. De bewuste motor krijgt een zogenaamd track-and-trace systeem ingebouwd. Dit systeem zendt een signaal uit, waardoor wij op de redactie iedere minuut tot op een paar meter nauwkeurig kunnen zien waar de motor zich bevindt. Alles is in gereedheid gebracht en precies op het afgesproken tijdstip komt Johan B. langs om zijn proefritje te maken. Goedemiddag. Alles goed? Ja, tuurlijk. Balen dat je moest werken? Ja, moest even bijspringen, maar ze redden niet. Nee, het was een mooie dag gisteren. Ja. Nou, doen we het vandaag. Ja, toch. Een formuliertje invullen. Mag een kopietje van je rijbewijs? Tuurlijk. Johan geeft weer zijn rijbewijs af. En ondertekent bovendien dit formulier met daarop ook nog eens zijn adres. Hierin zet hij zijn handtekening onder de afspraak dat hij de motor binnen een kwartier zal terugbrengen. Een stukje rijden, staat aan. Kwartiertje? Ja, hooguit, joh. En als je lekker rijdt, schrijf hem op. Gelijk gaan we doen dan. Ja? Ja, tuurlijk. Dan maken doen we. Maken we het gelijk rond. Ja, oké. Okay. Veel plezier. Een klein ommetje in Soesterberg dus, om te zien of de Suzuki naar zijn smaak is. Maar geheel volgens verwachting en geheel tegen de afspraak in kiest Johan B. direct de snelweg en geeft vol gas. Hij zit op de snelweg richting Utrecht. 28 richting Utrecht. Met diverse volgwagens zetten we de achtervolging in. Er worden snelheden gemeten van boven de 170 km per uur. Johan zet via Utrecht koers naar Rotterdam. Het afgesproken kwartiertje is snel verstreken en Johan B. is steeds verder weg van de motorzaak in Soesterberg. Dan dreigen we hem vlak bij Rotterdam uit het zicht te verliezen. Ja, ik heb er nu doorheen. We zijn hem niet kwijt. Zij staat daar stil volgens dit systeem. Maar gelukkig biedt de ingebouwde tracer uitkomst. Een half uurtje later houdt het signaal stil in een wijk onder de rook van vliegveld 16-Hoven. We rijden in een onopvallende auto door de straat waar hij moet staan. En inderdaad, het systeem werkt feilloos. In dit voertuintje staat onmiskenbaar de kanariegele Suzuki uit Soesterberg. We hebben motordief Johan B. samen met de gedupeerde gevolgd van Soesterberg naar een wijkje onder de rook van vliegveld 16-Hoven in Rotterdam.
Nu aanbellen en de man confronteren is onverstandig. Hij kan natuurlijk altijd nog zeggen dat hij weliswaar te laat is, maar gewoon van plan is de motor die middag terug te brengen. Bovendien willen we onderzoeken wat de politie onderneemt als de motor werkelijk wegblijft. Wanneer we Johan een tijd lang observeren, zien we hem een paar maal in- en uitlopen. Hij lijkt hier vrienden te hebben. Wonen doet hier niet. Zijn officiële adres is immers, volgens de gegevens die hij zelf opgaf, in Den Haag. We laten de motor even voor wat hij is. De volgende dag heeft eigenaar Hans Smit hem nog niet terug en daarom gaat hij aangifte doen bij de politie Soest. Goedemorgen, mevrouw meneer. Goedemorgen. Mijn naam is Hans Smit van de NVM Motoren uit Soesterberg. En ik heb een probleempje. Oh. We hebben gistermiddag een meneer gehad, die heeft bij ons een motorfiets opgehaald van een proefrit. Ja. En niet teruggebracht. Oké. En mijn zoon had hem geholpen. En tot mijn verbazing heb ik geconstateerd dat hij meneer mij 5 jaar geleden ook al een oor heeft aangenaaid. Oké. Dus het is helaas een bekende. Ja. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk. Daar waar de politie onverbiddelijk is als het gaat om het innen van een niet betaalde bekeuring, wil men nu dat de gedupeerde zelf eerst maar eens een brief naar de dief stuurt. En heeft u hem al aangeschreven? Ik heb geprobeerd te bellen, maar ik krijg hem niet te pakken. Nee. En al een brief gestuurd? Ik heb een afspraak met hem dat hij met een half uurtje terug zou zijn. En dat doet hij niet. Nee. Dus ik wil aangifte doen van diefstal en verduistering. Oké, ik ga eventjes vragen hoe dat in zijn werk gaat. Weet jij dat? Heb jij, Nou, meneer moet eerst een aangetekende brief sturen. Ja? Naar die persoon. Het is een bekende bij de politie. Hij heeft 5 jaar geleden heeft hij dat ook al gedaan bij mij. Dan gaan we weer het traject in. We kunnen nu toch wel aangifte doen, of moet het een hele moeilijke weg zijn? Sterker nog, ik had contact met een collega van de importeur. En die wist te vertellen dat hij hetzelfde heeft gedaan een maand geleden bij een bedrijf in Bossenhoofd. Met hoorbare tegenzin gaat de diender er dan eindelijk mee akkoord dat gedupeerde Hans aangifte doet. Wat is er precies gebeurd? De bewuste meneer die is vorige week geweest. Die had interesse in de motor getoond. Mijn zoon die werkt bij mij in de zaak, Michael. Die heeft die meneer geholpen. Die had een afspraak gemaakt van gisteren om een proefrit te maken. Een signalement van die meneer? Ja, zoals op de foto. U heeft geen slachtofferhulp nodig of heeft u wel slachtofferhulp nodig? Nou, vooralsnog niet. Niet? Nee. Ik heb er wel slecht van geslapen vannacht. Dat geloof ik. Maar opeens ontdekt de wakkere politieman dat gedupeerde Hans zelf een overtreding is. Als zijn naam wordt ingetikt, geeft het alerte politiesysteem aan dat hij nog een oude bekeuring heeft openstaan. Er ontspint zich een vrij bizar gesprek. Volgens het systeem staat er nog een papo-stuk van u open, klopt dat? Een papo's. Dat u nog een boete moet betalen of zo. Ik? Ja. Ik zelf? J. Smit, bent u dat? Ja. Ja, dat ben ik. Ik ga even bellen. Hoe moet dat, hè? Naar de infodesk. Want dat staat hier. Ja. Van J. Smit staat één papo-stuk open. Nou, dan moet ik even bellen. Want zult u nog wat moeten betalen, denk ik? Ja, dat zou kunnen, maar met alle respect. Ik bedoel, een meneer die een motorfiets ophaalt van 16.000 euro... die loopt vrij rond en u gaat mij over een bekeuring die nog open staat. Daar begin ik wel een beetje te stuiteren, hoor. Want dan gaat er wat gebeuren. Want... Hans, die dus aangifte komt doen van diefstal van zijn motor, zit nu tot zijn verbijstering opeens zelf in het verdachte bankje. Hij belt zijn vrouw en die bezweert hem dat de oude bekeuring keurig is betaald. Alles betaald. Oké. Nou, we gaan het uitzoeken. En even later ontdekt de politieman dat het inderdaad om een vergissing gaat. Nou, er staat niks van u over, hoor. Niet. Dan kan eindelijk de aangifte worden afgerond. Maar aan het einde van dit bezoek aan het politiebureau praten de politieman en Hans nog even na over de bekeuring die eerst wel en toen niet open stond. Zo'n crimineel loopt gewoon rond. Ja. En ik zit hier om aangifte te doen. En u spreekt me aan op een bekeuring die open staat. Ik vind, ja,
Het kwam daarvoor in het systeem, dus ja. Dan moet ik daar even ook actie op ondernemen. Ja. Dus als ik hem, stel dat hij open had gestaan, had ik hem nu eerst moeten betalen? Ja. En dan, als ik dat niet had gewild? Dan had u een papier meegekregen dat u binnen zoveel tijd moet betalen en anders wordt u opgepakt. Word ik opgepakt? Ja, om een paar dagen te zitten, denk ik. Voor de goede orde. Een notoire dief pikt een dure motor en in plaats van er direct achteraan te gaan, spiegelt de politie de gedupeerde voor dat niet de dief, maar hij zelf zou worden opgepakt en in de cel gegooid vanwege een simpele, niet betaalde snelheidsovertreding. De politieman heeft nu eindelijk wel met horten en stoten een aangifte opgenomen met erin alle persoonsgegevens van de dief. Bovendien weet de politie dat het om een recidivist gaat die al eens is veroordeeld voor vergelijkbare vergrijpen. Eenvoudiger kan een zaak toch niet liggen, zou je denken. Hans gaat er dan ook vanuit dat de dief diezelfde dag nog wordt opgepakt en dat hij snel zijn motor terugkrijgt. Maar niets is minder waar. Want als gedupeerde Hans een paar dagen na de aangifte belt of er iets met zijn zaak gaat gebeuren. Bureau Soest met Brands, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Hans Smit en NVM-motor uit Soesterberg. Dag meneer. Hallo, ik heb u gesproken over de aangifte van de motorfiets bij ons. Ja, ja. Mijn vraag is, omdat het adres van die meneer bekend is, is er al iemand bij die meneer thuis geweest? Nou. Weet u dat? De aangifte die gaat eerst in de screening en die bekijken het. En zo gauw er dingen bekend zijn, dan krijgt u bericht. Ja, maar op wat voor termijn is dat? Want met alle respect... Ja, dat kan ik u niet vertellen. Als we daar weken mee wachten, dan is de vogel al langer vlogen. Zeker mijn motorfiets, dus dat zou ik wel heel zonde vinden. Dat komt allemaal goed, u kunt gerust gaan slapen. Ja? En ze weten precies wat ze eraan moeten doen, hoor. Want het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ik ga straks even naar de screening bellen. Ja? Ja. Hoor ik dat graag even van u, meneer? Ja, dan bel ik u. Ja? Ja? Dank u wel. Oké, dag. Politieman Brons heeft de zaak op een presenteerblaadje gekregen, maar er is nog helemaal niets ondernomen. En intussen kan gedupeerde Hans Smit rustig gaan slapen. Brons beloofde te bellen met de afdeling screening, die kennelijk nog moet bepalen of dit überhaupt wel een zaak voor de politie is. Later die middag belt Hans Smit nogmaals. De politieman is hem namelijk vergeten terug te bellen. De gedupeerde krijgt zijn voicemail. Dit is de mailbox van 06. Spreek maar in. Laat uw boodschap achter na de toon. Om af te sluiten, toetst u een hekje. Helaas, uw boodschap is te kort. Wilt u deze opnieuw opnemen? Waarvan het geheugen blijkbaar ook niet al te groot is. Om af te sluiten, toetst een hekje. Helaas, uw boodschap is te kort. Ik denk zoals iemand die wat te zeuren. Dan maar weer het algemene nummer van het politiebureau proberen. Ik denk dat ze met lunchpauze zijn, want ik krijg ook bij het wijksecretariaat niemand te pakken. Moet je het anders over een half uurtje nog even proberen? Meneer, bedankt voor het wachten. Wat is uw achternaam? Mijn achternaam is Smit. Smit, het gaat om een motor? Ja. Prima, nog een moment. Hij is op het ogenblik niet meer op het bureau. Maar ik heb begrepen van dat ze er nog mee bezig zijn. Gaan ze er vandaag heen dan? Dat weet ik niet. Maar wie weet het wel? Van dat ze mee bezig zijn. En waar is meneer Brons dan? Die bevindt zich op het ogenblik buiten het bureau, meneer. Ja. Heeft u een klacht, dan legt u dat schriftelijk op papier. En dan wordt het in behandeling genomen. Ja, maar als ik dat schriftelijk op papier leg, dan is mijn motor lang verdwenen. Brons is er dus niet, zegt deze dame. Maar we krijgen steeds meer het gevoel dat hij er helemaal geen zin in heeft. En omdat tijd geld is op dit moment en de motor ieder uur verder weg kan zijn, besluiten we zelf maar weer naar het politiebureau in Soest te gaan. En ja hoor, politieman Brons is er gewoon. Nou. Goedendag. Goedendag. Hallo. Zeg het eens. Dag heer. Dag meneer. Ben ik weer. Ja, ik zie het. Ja. Zoals ik u gezegd heb, en ik kan er verder niks aan toevoegen. Nee. Het is bij de screening en die bepaalt alles. Maar, als u het er niet mee eens bent, dan kunt u een brief schrijven. Blijkbaar is voor de politie een zaak pas correct afgewikkeld als er brieven worden geschreven. Gedupeerde Hans Smit moest immers, toen hij aangifte wilde doen, ook eerst maar even een brief schrijven naar de motordief.
tijd verstrijkt ondertussen en we horen de dagen erna helemaal niets meer van onze politieman in Soest. Dan meldt het tracersysteem dat de motor weg is uit het voortuintje in de achterbuurt bij vliegveld 16-Hoven. De zender geeft een nieuwe locatie aan, 2,5 kilometer verderop. Als we polshoogte gaan nemen, blijkt het een nogal loesje Rotterdamse buurt te zijn, met tal van kleine garages, gespecialiseerd in de in- en verkoop van tweedehands auto's en motoren. Omdat de tracer een afwijking heeft van maximaal 1 meter of 10... valt niet zomaar te bepalen bij welk bedrijf je onze motor precies moet staan. We houden de uitvalswegen daarom een poosje in observatie. De volgende noodgedwongen stap, de politie doet immers niets, is een bezoekje brengen aan het woonadres in Den Haag dat Johan opgaf toen hij de motor meenam voor het proefritje. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Hallo. Ik mag u wat vragen. Ja hoor. Ik ben op zoek naar Johan. Ja. Johan, ik heb u zo 2 maanden geleden vertrokken. 2 maanden geleden vertrokken? Heb je wel gezeten? Ja. Oké. Maar wie bent u, als ik vraag? Ik ben Hans Smit. En hij heeft vorige week met mij een motorfiets opgehaald en die heeft hij nu teruggebracht. Hij heeft dit adres opgegeven, dus ik denk, ik ga mijn motorfiets weer ophalen bij hem. Dan hebben we denk ik een probleem. Ja, hoezo? 2 maanden geleden is er ook een BMW-bedrijf heeft gebeld. Garage. Ja. Dus ik denk dat hij weer bezig is. Weer bezig is? Hoe bedoelt u? Dit is een kliniek, meneer. Ja. Een verslavingskliniek. Ja, oké. Dus met criminelen. Johan B. wordt eens te meer bevestigd en de tijd dringt. Het is nu echt zaak dat er snel actie wordt ondernomen. Goedemiddag, ik spreek met Hans Smit, NVM Motoren. Ik ben op zoek naar meneer Brons van politiebureau Soest. Dank u wel voor het wachten. Ja, ik krijg hem niet te pakken. Het kan zijn dat hij nu in de briefing zit. Hij begint zijn dienst. Later die middag probeert Hans Smit het nog eens. Goedemiddag, politieregio Utrecht. U spreekt met Jana van Atten. Wat kan ik voor u doen? Goedemiddag, ik ben op zoek naar meneer Jan Brons van politiebureau Soest. Bedankt voor het wachten. Ja. Ik krijg op dit moment op Soest ook niemand. Is dat nu een beetje raar? Of is het... Maar waar gaat het precies over? Ja, ik heb meneer Brons vorige week een paar keer gesproken en ik zou vandaag even terugbellen. Bedankt voor het wachten. Ja. Er is waarschijnlijk iets mis met zijn telefoon, waardoor ik nu geen verbinding met hem kan krijgen. Ik kan wel even een terugbelbericht voor hem maken, dat hij nog even contact met u opneemt. Is er dan iemand die mij kan vertellen wat er nu gaande is, wat er aan gedaan wordt? Hij is de behandelaar van de zaak. Hij is wel zelf de behandelaar? Voor zover ik kan zien wel, ja. Hij gaat nog contact met u opnemen, dus dan moet ik gewoon even afwachten. En anders kan ik nu een terugbelbericht voor hem maken. Meer kan ik op dit moment niet doen. Wanneer mag ik daarop rekenen dan? Dat weet ik niet. En maar rustig wachten, zo werkt het niet? Op dit moment wel. Nou, ik ben er klaar mee onderhand. Want, ik ben wel erg teleurgesteld dat het zo lang moet duren. En Schrijft u het maar. Terugbelbericht of we wachten het af? Laat het maar terugbellen. Ga ik het voor hem doorgeven, hoor. Ja? Ja. Dank u wel. Dag. Jongen, is toch niet te geloven, hè? Zijn baas weet er niks van, collega weet er niks van. Hij is niet bereikbaar. Jij moet maar afwachten tot je teruggebeld wordt. Wat een organisatie, hè? Pas 1,5 week na de aangifte is politieman Brons weer bereikbaar. Maar wie denkt dat hij die dagen heeft gebruikt om achter de motorfiets van €16.000 aan te gaan, die heeft het mis. Bureau Soest met Brons, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Hans Smit, NVM Motoren Soest de Berg. Goeiedag. Hallo, ik bel nog even over mijn motorfiets. Ja, nou, ik heb u al verteld dat ik er verder niks mee kan. Oh, dat is van Leek werd mij verteld. De screening, die heeft hem. Hij is doorverwezen, maar er staat nog niet bij aan wie. Er is nog niks mee gebeurd? Nou, nog niks, hij is doorverwezen. Ja, en dan? Dus, ja, nou, er staat nog niet bij welke collega dat moet doen, meneer Smit. Dus met andere woorden, er is nog niks aan gedaan?
Er is nog niet gebeld, er is nog niemand naar die meneer toe geweest, ondanks dat de dader bekend is? Dat kan ik u niet vertellen, of dat niet zo is. Maar er is nog niemand... Ik kan er verder weinig aan doen. Ja, maar u heeft mij van vorige week al gezegd dat ik met rust had gaan slapen. Maar ja, dat lukt me gewoon niet, want ik ben de motorfiets kwijt van 16.000 euro. De politie kan er dus, naar eigen zeggen, verder weinig aan doen. We gaan daarom zelf terug naar de plek waar ons tracersysteem de motor voor het laatst heeft uitgepeild. Een uiterst lastige locatie. We weten immers niet bij welk bedrijf je de weerwar aan loodsen en schuren hoort die opgesloten ligt tussen vier straten. Hier even kijken. Bent u de baas hier? Ik ben de baas. Ja? Ja. Wij zijn op zoek naar een gele Suzuki motor. Suzuki? Ja. Geen Suzuki. Mag ik even daar kijken, bij die deur? Mag ik even kijken. Ja? Dan blijkt dat Johan wel een heel notoire dief is. Want zelfs een medewerker van een motorzaak op dit terrein, die we in het kader van ons onderzoek toevallig aanspreken, slaat direct aan op zijn naam. Ook hij is in het verleden, toen hij nog bij een andere motorhandel werkte, bestolen door Johan B. Deze gedupeerde tovert een aangifte en een kopietje van het rijbewijs van Johan B. tevoorschijn. Dat kan bijna geen toeval zijn. Johan B. steelt letterlijk overal motoren waar hij maar een proefritje kan maken. En hij lijkt er vaak mee weg te komen. Met de door ons ingeschakelde Rotterdamse politie, die wel direct in actie komt, nemen we nog een kijkje in een paar opslagruimtes. De zoektocht levert niets op. Wat de motor van Hans Smit uit Soesterberg betreft, is er maar één conclusie mogelijk. Hij staat er niet meer. En dat heeft alles te maken met een misverstand over de werking van het tracersysteem. Het blijkt dat de laatst gepeilde locatie niet per se de plek hoeft te zijn waar hij staat. Als de motor bijvoorbeeld in een afgesloten zeecontainer is gereden en daarin is afgevoerd, is het systeem hem kwijt, maar blijft de laatst gepeilde locatie aangeven. En dat laatste zou wel eens heel erg goed gebeurd kunnen zijn. Want hier worden namelijk goederen in containers geladen en naar het buitenland verscheept. De motor is waarschijnlijk al lang en breed in een ver buitenland. En de dader, Johan B.? Rest ons niets meer dan aanbellen bij het adres waar Johan hem in de voortuin stalde, voor hij naar deze plek werd vervoerd. We ontmoeten de bewoner van het huis op straat en lopen met hem mee naar binnen. Zo. Oké. Nou, je wil weten wat we komen doen. Ja. Kom voor deze motor. Zeg me niks. Eerlijk. Jawel. Nee, eerlijk. Een mooie motor. Die ken je wel. Nee. Die heeft hier een paar dagen bij jou in de tuin gestaan. Nee. Jawel. Nee, ik zeg echt niks. Maar heeft hier een paar... In januari, eind januari, heeft hij hier een paar dagen in de tuin gestaan. Nee, hier heb ik geen motor in de tuin gestaan. Hier komt wel eens een vriend op een motor, maar er staat geen motor per dag, want ik heb zelf geen motor. Waar is die vriend dan? Dat was Johan, maar die kwam hier vaak met een motor, maar... Johan? Ja. Ja. Maar heeft hij een paar dagen, heeft hij zo'n motor in de tuin gestaan? Nee, die heeft geen paar dagen in de tuin gestaan, zeker. Zeker geen paar dagen. Hij heeft hier misschien... En niet zo'n motor. Nee? Dat is een andere, een zwarte of zo. Deze motor heb ik nooit gezien. Nee? Hij kwam altijd maar op één motor, op een zwarte motor. Erewoord? Erewoord, zeker. Op mijn hart. Ja? Dan ben je nou dood, hè? Nou, dat denk ik niet. Ja. Nee, dat denk ik niet. Zie maar. Nou, dan wil ik nog wel meer foto's ervan zien. Zit wel kijk, wat dacht je hiervan? Dat is vijf. Maar dat was misschien die tijd geweest op de... Dat die motor in de tuin gestaan, maar heb geen paar dagen gestaan. Ja, dat zeg ik. Ja, dat hij misschien net gekomen was met die motor. Drie dagen hier in de tuin gestaan. Johan B. kwam hier dus wel eens vaker langs met een motor en parkeerde die in de voortuin, zoals wij hebben vastgelegd met onze verborgen camera. Peter laat nog een paar foto's van Johan B. zien. Misschien gaat er toch nog bij hem een lichtje branden.
Hem ken je toch wel? Dus Johan toch? Ja. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, die heeft hem hier neergezet. Nou, maar ik weet helemaal niet dat hij gestolen was of zo. Ja. Doet Johan dat wel vaker? Ja, dat weet ik niet. Dat hoor ik nou ook voor het eerst. Waar is Johan nu? Ja, die zit in de bak. Hm. Omdat hij dat soort dingen wel vaker doet? Ja, hij doet wel eens rare dingen, maar... Ik weet er zelf helemaal niks van. Ik wist niet eens dat het gestolen was, had hij niet eens bij mij in de tuin gekomen. Johan B. zit dus inmiddels weer eens in de gevangenis. Naar blijkt vanwege een reeks vergelijkbare vergrijpen in de regio Rotterdam... waar de politie blijkbaar wel wakker is. Van de gestolen motor ontbreekt ieder spoor. Opmerkelijk genoeg is hij niet opgepakt vanwege de diefstal van de gele motor van Hans Smit. En al helemaal niet vanwege het doortastende optreden van de politie in Soest. Nou, meneer, dat komt allemaal goed. U kunt gerust gaan slapen. Ja, wij kunnen rustig gaan slapen, want dat doet de politie zelf ook al. De klucht is overigens nog niet afgelopen. 3 maanden na de motordiefstal kreeg Hans Smit bezoek van een rechercheur uit Soest. Die vertelde dat het onderzoek was overgenomen door collega uit Nieuwegein, IJsselstein, omdat daar door Johan B. ook een motor was ontvreemd. En om deze Utrechtse collega behulpzaam te zijn met hun onderzoek... toonde deze rechercheur Hans Smit een kopie van het rijbewijs van Johan B. Is dit soms de man die bij u de motor heeft meegenomen? Diepe zucht. Ja, precies de Johan B. zoals we dat al 3 maanden geleden hebben gezegd... en laten zien op basis van datzelfde kopietje van het rijbewijs. Wel trust de politie in Soest. Ja, en wie denkt dat dit halfzachte politieoptreden op zichzelf staat... moet zeker blijven kijken, want na de reclame hebben we opnieuw een verborgen cameraactie... en opnieuw een boef die op een presenteerblaadje wordt aangedragen... waar de politie geen trek in heeft. Tot zo. Als u stelt dat je de politie niet kunt afrekenen op 1 vervelend incident... waarbij half bakken is opgetreden, dan heeft u gelijk. Maar dan moet u wel weten dat ik echt elke week... van dit soort schrijnende zaken op mijn bureau krijg... uit alle windstreken van het land. Mensen die slachtoffer van een misdrijf zijn... en vervolgens gek worden van de moeite die ze moeten doen... om de politie in beweging te krijgen... of ze zelfs maar aan de lijn te krijgen... En tegen mensen die dit niet geloven, zou ik willen zeggen... probeer het zelf maar eens. Ook de middenstand klaagt steen en been. En die 2 weken geleden weten dat men de onbegrijpelijke aangifteformulieren... lange wachttijden en het ontbreken van een vervolgactie... door de politie helemaal beu is. Goed, terug naar de dagelijkse praktijk nu. Van de verduistering van een motorfiets stappen we over naar de diefstal van een zeer kostbare bierfiets en aanhanger ter waarde van €22.000. En ook nu krijgt de politie, ditmaal in Barneveld, van de gedupeerden weer precies te horen wie de daders zijn. Dat is een crimineel met een strafblad zo lang als een traploper die bovendien voortvluchtig is en gesignaleerd staat. Je zou zeggen, erop af. Nee, de politie heeft ook in deze zaak geen zin, doet niks, kan niks, mag niks, wil niks... En dus gebeurt er ook niks. We zijn nu al 4 weken verder. Ja, dat klopt. Alleen wat ik nu heb uitgelegd is... dit is niet de enige zaak die ik in behandeling heb. En de prioriteiten zijn er voor u natuurlijk heel erg hoog. Ja, maar alleen voor mij, voor mij is het ook hoog. Alleen het is wel één van de vele zaken voor mij. Ja. En ik kan niet altijd gelijk door. Als ik een week voor een cursus gepland word... ja, dan ik ga niet in mijn vrije tijd in de avonduren met die zaak aan de gang. Zwier van Laar is ondernemer uit het Veluwse dorp Stroe. Hij verhuurt zogenaamde bierfietsen. Populaire, kostbare attracties voor bijvoorbeeld vrijgezellenfeesten. Eind maart dit jaar komt er een klant uit het Limburgse Vlodrop... vergezeld door zijn vriendin en een oudere man. Ze willen een bierfiets met bijbehorende aanhangwagen huren. De totale waarde is €22.000. Ik heb de spullen meegegeven omdat ze gewoon voldeden aan alle voorwaarden.
Ze kwamen met een auto die zwaar genoeg was om een kar met fietscafé te trekken. Ze overlegden rijbewijzen, dus rijbewijsnummers, huurovereenkomst, alles klopte. Telefoonnummers klopten, ik had een faxnummer van hem wat klopte. Dus alles klopte in principe. De vrouw, die zich uitgeeft als de 36-jarige Claudia E. uit Vlodrop, vult het huurformulier voor de bierfiets in. De oudere man, die zich legitimeert als de 61-jarige Jan S. uit Tilburg, tekent de papieren voor het huren van de aanhangwagen. Dit zijn de ingevulde formulieren met de volledige namen, rijbewijs en ID-kaartnummers en adressen van de huurders. Na het betalen van de borg en de huur, samen €565, haakt het drietal de aanhanger met bierfiets achter de auto. Ze beloven alles de volgende dag keurig terug te brengen. Maar de volgende dag geen bierfiets en geen aanhanger. Op zaterdag zou de bierfiets teruggebracht worden, maar die werd niet teruggebracht, want daar hadden ze over gebeld of dat niet zondag mocht. En daar heb ik in toegestemd, dat mocht. Breng hem dan zondag maar terug. Maar ja, op zondag, toen kwamen ze ook niet. En toen belden ze ook weer of het niet maandag mocht. En toen begon ik al een beetje achterdochtig te worden. Door de telefoongesprekken heeft Svier er steeds minder vertrouwen in dat hij zijn bierfiets terug zal zien. Ook op maandagochtend wordt niets teruggebracht. Daarom stapt hij snel naar de politie in Barneveld om aangifte te doen van verduistering. Maar die is niet echt happig. Bij godsgratie mocht ik dan toch aangifte doen als ik eerst een aangetekende brief stuurde. Ja, dat klinkt heel belachelijk, maar dat moet. Dus dat hebben we gedaan. Een aangetekende brief komt terug geweigerd. Dus niet ondertekend en niet ontvangen. En de ander die ligt nog steeds ergens op een postkantoor, denk ik. Want daar heb ik helemaal niks meer van gehoord. Pas op zaterdag 4 april, dat is ruim een week na de diefstal, mag Svier van Laar dan eindelijk de aangifte komen ondertekenen op het politiebureau in Barneveld. De ondernemer uit Stroe verstrekt de politie volledige informatie. De namen en adressen van de daders, rijbewijs en ID-kaartnummers en andere persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres. Met deze informatie is het een ABC'tje om de dieven op te sporen. Svier doet zelf intussen ook wat speurwerk op internet. Hij zoekt informatie over het drietal dat er met zijn dure spullen vandoor is gegaan. Tot zijn grote schrik ontdekt de ondernemer dat hij slachtoffer is geworden van de beruchte oplichter Tony van der B. Op een website wordt gewaarschuwd voor Tony van der B, die eerder een reeks drankenhandels voor vele duizenden euro's heeft getild. En ook deze informatie geeft Svier aan de politie. Ik heb alles doorgemaild. Zijn naam, haar naam en de naam van het oude mannetje wat erbij was. Adressen, maar ik had ook zijn hives, ik had haar hives, ik had zijn telefoon, faxnummers, e-mails, zijn foto. Alles aan de politie doorgegeven. Het enige dat Svier niet doet, is de verdachte, die zo te zien een spoor van oplichtingen achter zich heeft gelaten, zelf arresteren en overdragen aan de Barnevelse politie. En de politie doet niks met de gedetailleerde informatie die Svier per e-mail verstrekt. De ondernemer krijgt niet eens een ontvangstbevestiging. Geschokt door de passieve houding van de politie neemt Svier contact op met onze redactie. Wij besluiten het contact tussen de bestolen ondernemer uit Stroe en de politie in Barneveld eens te gaan volgen om te zien wat er gebeurt. Of beter gezegd, niet gebeurt. Het is nu 11 dagen geleden dat Svier van Laar zijn €22.000 kostende bierfiets met aanhangwagen voor het laatst zag. De politie weet precies waar de verdachten wonen, in welke auto's ze rijden en hoe en waar ze te bereiken zijn, maar kennelijk is dat geen reden tot actie.
In onze studio belt de gedupeerde zakenman met de Barneveldse politie om te vragen of er nog iets met zijn aangifte wordt gedaan. Goedemiddag, welke stad tot de politie spreken? Goedemiddag, spreek met Van Laar. Ik wil spreken met het politiebureau Barneveld. Barneveld, hè? Ga ik u doorvinden, blijft van de lijn? Ja. Goedemiddag, politie West-Veluwe, wat is dat? Goedemiddag, ik spreek met Svier van Laar van het Fietscafé. Spreek je met Van Gerestein? Ja hoor. Dag, ik heb vorige week maandag een aangifte gedaan. Ja. Van verduistering van de fiets, hè? Ja. En nu ben ik op zoek naar de persoon die mijn aangifte behandelt. Die de aangifte? Behandelt. Die de aangifte behandelt? Ja. Ik weet niet of het al bekend is of het al uitgegeven is aan iemand. Even kijken. Nee, hij is nog niet uitgegeven. Hij is nog niet uitgegeven? Nee, ik kan nog niet zien wie hem gaat behandelen. Dus er is nog niks mee gedaan. Echt? Maar moet ik daarvoor een ede zijn dan? Ede? Ja, want mij werd verteld toen ik de aangifte in ontvangst nam. Ja. Dat het naar Ede ging. Ja, de recherche zit in Ede, ja. Ik kan je naar Edendorf binnen. Heb je een momentje? Ja. Van der Meer. Goedemiddag, van meneer Van der Meer. Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Jo. Laat een bericht achter na de toon. Nee. Dag meneer Van der Meer. Ik spreek met Svier van Laar. De gedupeerde probeert het later die middag nog een keer. Een ogenblik geduld, alstublieft. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Goedemiddag, ik heb plaats bij de politie spreken. Goedemiddag, ik wil spreken met politie Barneveld. Ik heb u een door, blijft aan de lijn. Ja. Goedemiddag, politie Zwijvervlaar. Goedemiddag, ik spreek met Van Laar. Ik zou net doorverbonden worden met meneer Van der Meer. Spreek ik daar nu mee misschien? Nee, en uw naam is Verlaat? Van Laar. Van Laar, moment. Van der Meer. Goedemiddag, meneer Van der Meer. Ik spreek met Svier van Laar van het Fietscafé. Goeiedag. Ik begrijp dat u gaat over de uitgifte van processen verpaal. U hebt net mijn voicemail gesproken, denk ik, hè? Ja, klopt. U staat bij mij op mijn lijstje om gebeld te worden. Ik heb uw nummer hier voor me staan. Maar nu heb ik u toch aan de lijn, dus ik kan het wel even naar voren trekken. Graag. De vraag is helder. De vraag is ook reëel en terecht. Ik kan u alleen maar zeggen dat er behalve uw zaak natuurlijk nog veel meer zaken hier binnenkomen. Maar de zaak van u krijgt zeker een vervolg. En daar gaan we zeker ook wat mee doen. Een lichtpuntje. Later die dag wordt Svier thuis teruggebeld door de verantwoordelijke regisseur. Zij verzekerde hem dat ze de volgende dag begint met het onderzoek. Dat mag ook wel een keer, want de informatie is dan al meer dan een week bekend bij de politie. Svier is nog niet helemaal gerustgesteld. Hij probeert de dieven ook zelf te bereiken. Slechts één keer krijgt Svier iemand aan de lijn. De oudste van het stel, de 61-jarige Jan S. uit Tilburg. Ik zou graag van u willen weten waar u de aanhangwagen heeft gelaten. Ja, heb ik dat gezegd, denk ik? Ik heb een voordrop heb ik die afgezet en ik ben terug naar Tilburg gereden. En hoe zullen de rest het terugbrengen? Ja. En meer weet ik ook niks. Nee. Ik weet niks van meer. Nee. Maar de terugbezorger is niet gebeurd. Ja, daar kan ik niet meer zitten. Ik heb hulde en zoon hem terugbrengen, dus de rest kan ik me niet meer bemoeien. Ik heb hem alleen maar opgehaald voor hem. En meer niet. Ja, dat weet ik. En daarom staat uw naam ook op de papieren. Ja, dat klopt. Je moet je dek aan. Je bent al met van mij, maar ik heb alleen maar opgehaald. En ik heb hem daar bij de folder op afgezet. En ik ben weggereden. Ik ben terug naar Tilburg gereden. En de rest zouden jullie doen. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. En mijn baas staat maar alsjeblieft mijn rust. Meneer, mag ik nog één ding zeggen? Meneer? Hallo? Jan S. houdt zich dus van de domme. Hij schuift alle verantwoordelijkheid voor de diefstal af op de andere twee huurders. Tony van der B. en Claudia E. Hully zijn verantwoordelijk. Svier krijgt ook een keer Tony van der B. zelf te pakken via de chat. Weet ik ook. Ik weet wie je bent. Moet alleen mijn fiets en aanhanger terug. Komt goed, ik bel je morgen, oké? Doen, zeker. Tony belooft de volgende dag terug te bellen voor een afspraak. Ik ga je bellen morgen, maar ben weer weg, ik bel je morgen. Oké, ik ben weg nu.
En hij blijft weg. Zoals te verwachten viel, belt Tony van der Bee niet terug. Hij heeft kennelijk wat anders aan zijn hoofd dan het gezeur van de zoveelste ondernemer die zijn spullen terug wil. Want binnen enkele weken melden nog meer nieuwe slachtoffers van deze oplichter zich bij onze redactie. Sander Hartman, eigenaar van een springkussenverhuurbedrijfje in het Overijsselse dorp Balkbrug, verhuurt op maandag 13 april 3 springkussens en een stormbaan aan Tony van der Bee, Claudia E. en Jan S. Daarna ziet hij zijn spullen nooit meer terug. Deze springkussens zouden teruggebracht worden op donderdagmorgen. Toen hij ze niet teruggebracht heeft, zijn wij direct naar de politie gegaan en hebben direct de aangifte gedaan. Met alle informatie die wij bezaten, hebben wij aan de politie overgedragen. De politie heeft hier helemaal niets mee gedaan. Het gaat om een schadebedrag van tussen om en nabij de 8.000, 9.000 euro... wat voor mij de helft van mijn bedrijf betekent. Van de plaatselijke politie, in dit geval in Hardenberg, heeft Sander Hartman dus weinig goeds te verwachten. Manu Pauw runt samen met haar vriend en haar zwager een attractieverhuurbedrijf met vestigingen in het Drentse Bijlen en het Overijsselse Heino. Op maandag 20 april wordt ze bestolen door Tony van der Bee, Claudia E. en Jan S. En de politie in Bijlen volgt het voorbeeld van de collega's in Barneveld en Hardenberg, terwijl ook hier de namen en adressen van de dieven bekend zijn. Tony heeft bij ons een aanvraag gedaan voor materiaal via de e-mail voor een rodeo-stier, popcornmachine en sumo-worstelen. Vervolgens heeft hij dit opgehaald met zijn handlangers en nooit meer retourgebracht. En we hebben daarop direct aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft heel matig gereageerd. Heeft er niks mee gedaan, terwijl wij weten wie het is, waar die woont en alle gegevens doorgegeven. De schade die wij daaronder hebben geleden is zeker 20.000 euro. En voor jonge ondernemer is dat toch een behoorlijk veel geld, wat je niet kan missen. De verschillende oplichtingszaken hebben vele overeenkomsten. In alle gevallen hebben de gedupeerde ondernemers bezoek gekregen van de 28-jarige Tony van der Bee uit Vlodrop, zijn 36-jarige vriendin Claudia E. en de 61-jarige Jan S. uit Tilburg. In alle gevallen lieten de oplichters hun volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres achter. En vooral, in geen van de gevallen komt de politie in actie. Dat terwijl bij de naam Tony van der Bee bij de recherche alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen. Want als wij hem nader onderzoeken, ontdekken we dat hij tussen 2001 en 2008 alleen al bij de rechtbank Roermond minstens 10 keer is veroordeeld. Het laatste vonnis dateert van maart vorig jaar. De toen 27-jarige Tony van der Bee wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, voor het oprichten van 3 Limburgse drankenhandels. Verder moet hij de gedupeerden een schadevergoeding van in totaal 8.000 euro betalen. Ze hebben echter nog geen cent gezien. Eén van deze gedupeerden is Alex Baks, slijter in het Limburgse Herkenbos. Hij is hier gekomen voor een bedrijfsfeestje wat je zou houden. Heeft hij een bestelling geplaatst voor een grote tabinstallatie, een stuk of 20 fusse bier, heel veel kratten frisdrank, gedestilleerd. Heb ik hem fijn bezorgd op een adres hier in de buurt. En daarna niks meer van gehoord. Dus heel snel politie gebeld, hebben een afspraak gemaakt, hebben een rapport opgemaakt. En hij was bekend bij de politie. Het is gelukkig een rechtszaak snel van gekomen. Voor een 5.000 euro had hij me benadeeld. Alleen de rechtbank die veroordeelde maar tot een 2.500 euro schadevergoeding. Alleen maar ja, van een kale kip vond hij te plukken, dus ik heb nooit niks gezien. Dat is al over een jaar geleden. Tony van der Bee zelf is gek genoeg allang weer op vrije voeten, zonder dat hij zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten.
Na 3 maanden cel mocht hij op verlof omdat zijn ex-vriendin op het punt stond te bevallen van zijn kind. Maar de veroordeelde oplichter keerde niet terug naar de gevangenis in Roermond. Dat betekent dat hij nog 7 maanden te goed heeft en dus officieel voortvluchtig is en gezocht wordt. Althans, gezocht zou moeten worden. Het is inmiddels 4 weken geleden dat gedupeerde Zwier van Laar zijn bierfiets met aanhangwagen ter waarde van ruim 22.000 euro meegaf aan Tony van der B. en diens handlangers. Zwier belt maar weer eens met de politie om te vragen hoe het met zijn zaak staat. U belt met het landelijk telefoonnummer politie. Blijft u aan de lijn. Een ogenblik geduld alstublieft. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Er zijn 6 wachtenden voor u. Kijk. U staat vooraan in de wachtrij. Zodra er een medewerker vrij is, wordt u doorverbonden. Staat tot de politie spreken. Goeiedag, ik spreek met Zwier van Laar. Ik ben op zoek naar politie Barneveld. Barneveld, hè? Ga ik u doorvinden met regio Gelderland midden? Goedemorgen, politie Barneveld, Matemas. Goedemorgen, met Zwier van Laar. Mag ik van u Diana naar je huis? Ja, ik zal even voor u kijken. Ja. Meneer? Ja? Ik krijg haar niet te bereiken. Oh. En ik weet niet of zij dienst heeft. Ik zal even op de dienstlijst voor u kijken. Ja. Nee, ze moet wel in dienst zijn. Ik heb het nog even geprobeerd, maar ze pakt haar telefoon niet op. Oh, mag ik meneer Van der Meer dan van u? Ja, zal ik u even doorverbinden. Ja. Van der Meer. Goedemiddag, meneer Van der Meer. Met Zwier van Laar. Goeiedag. Ik had u een tijdje geleden ook aan de lijn. Zou kunnen. En dat ging over de verduistering van de bierfiets met de aanhangwagen. Ja, oké, ja. Daar weet u van? Zeker. En wat weet u ervan? Nou, dat er een bierwagen verduisterd is. Ja. Maar is er nog wat aan gedaan? Of wat ik hoor maar niks. U bent de aangever in die zaak, hè? Ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat mijn collega daar behoorlijk voortvarend mee aan de gang is gegaan. Met de collega Nijenhuis, hè? Daar heb u ook al contact mee gehad? Nou ja, Sumier, ik heb er een mail van gehad. En ja. Vervolgens heb ik informatie gemaild. Dan krijg ik niet eens antwoord meer op. Nee, nee. Even kijken, mijn collega Nijenhuis, die is er maandag is weer in dienst, zie ik hier. Die geniet ook wat van vrije dagen. Hè? Ja. Na 4 weken weet Zwier van Laar zeker dat zijn aangifte niet serieus wordt genomen. Inmiddels zijn er maar liefst 4 weken verstreken sinds Zwier van Laar aangifte deed, compleet met namen, adressen en telefoonnummers van de daders. Zo moeilijk kan het dan toch niet zijn? Een eenvoudig zaakje voor eerstejaarsstudenten van de politieacademie, zou je denken. Omdat de politie nog steeds op zich laat wachten, besluiten we zelf Tony van der B. te volgen met de verborgen camera. Het is doodsimpel om de oplichter te vinden. We treffen hem op een terras in de buurt van Roermond. Tony van der B., de bierfietsendief die eerder een reeks Limburgse slijters tapinstallaties afhandig maakte, blijkt zelf ook een liefhebber van het gerstenat te zijn. We zien hoe je om 1 uur of 3 op deze warme zondagmiddag eind april het ene na het andere glas bier naar binnen giet. Naast elk pilsje drinkt hij een glaasje kruidenbitter. Na nog 1 uur staat de teller op 6 alcoholische drankjes. De voortvluchtige Tony van der B. geniet duidelijk van zijn gestolen vrijheid.
Dan is het mooi geweest en verlaat Tony het terras om weg te rijden in zijn Mercedes. En dat is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste omdat Tony flink aangeschoten moet zijn na het drinken van 6 glazen drank. Ten tweede omdat Tony helemaal geen rijbewijs heeft. Hij heeft er zelfs nooit een gehad, blijkt uit ons onderzoek. Maar ook hier lijkt oplichter Tony van der B mee weg te komen. Later die dag filmen we hem op een parkeerplaats in Roermond. Tony heeft zijn auto praktisch in de achtertuin van het politiebureau neergezet. Maar waar zou hij zich ook zorgen over moeten maken? Als de gezamenlijke korpsen van Bijlen, Barneveld en Hardenberg al niet van plan zijn hem op te pakken, waarom zou het hier in Roermond dan wel gebeuren? Een dag later belt gedupeerde Zwier van Laar voor de zoveelste keer met de politie in Barneveld. Goedemorgen, ik wil graag politie Barneveld spreken. Blijf aan de lijn, alsjeblieft. Hij krijgt eindelijk de juiste rechercheur aan de lijn. Terwijl ze weken eerder beloofde direct aan de slag te gaan met de aangifte, laat ze nu duidelijk blijken dat daar niet veel van terecht is gekomen. Goedemorgen, politie Barneveld met Diana Nijenhuis. Goedemorgen, met Zwier van Laar. Ik had vier weken geleden aangifte gedaan voor een verduistering van de bierfiets met aanhangwagen. Ja, dat klopt. Dat weet u. Ja, dat weet ik. Hoe ver bent u daarmee? Want ik hoorde er niks van. Nee, dat klopt. Ik ben vorige week op cursus geweest, dus in die zin klopt dat. Die week daarvoor ben ik er wel druk mee bezig geweest. Er zijn ook wat andere namen bijgekomen. Ik heb wat dingen geverifieerd, ook bij de politie, moet ik even uit mijn hoofd. Limburg, geloof ik, is dat, hè? Ja. En daar heb ik wel contacten met de wijkagent. En mijn idee is om... want als ik die mensen uit ga nodigen, dan gaan ze niet komen. Nee. Is mijn inschatting, hoor. Ja. Een maand na de diefstal en na eindeloos telefoneren krijgt Zwier te horen dat er een wijkagent op de zaak wordt gezet. Ik kan niet lukraak omgeving Roermond af gaan zoeken op zoek naar uw bierfiets. Nee, maar u zou het misschien kunnen volgen voordat u hem gaat spreken. Van waar bevindt hij zich, waar houdt hij zich op? Ja, alleen mogen wij dat niet zomaar doen, meneer Vlaar. Er zitten wel regels aan verbonden. Om iemand te volgen? Ja, dat mag maar niet zomaar. Mm. Dat zijn vergaande onderzoeksmethodes. Vergaande onderzoeksmethodes? Alsof de geheime dienst eraan te pas moet komen om een gestolen bierfiets terug te vinden. Jongen, wat een stroopgedoe allemaal, hè? Wat zal er ondertussen met de bierfiets zijn gebeurd? Verkocht, gesloopt, op de aanhanger naar het buitenland getransporteerd? We gaan noodgedwongen zelf maar over tot actie. Samen met de opgelichte ondernemers Wier van Laar reizen we af naar het adres in Vlodrop dat Claudia E. invulde op het huurformulier van de bierfiets. Als Vier aanbelt, is er niemand thuis. Sterker nog, het pand staat leeg. Wanneer we de woning via de openstaande achterdeur betreden, zien we dat de bewoners er een puinhoop hebben achtergelaten. Het oplichtersduo Tony van der B. en Claudia E. is in geen velden of wegen te bekennen. Er is ook geen spoor van de bierfiets of van een andere gestolen attractie. In de tuin vinden we wel iets anders. De resten van een hennepkwekerij. De politie rolde hier in december vorig jaar een wietplantage met maar liefst 850 planten op, zoals blijkt uit dit krantenartikel. Van de villa in Vlodrop rijden we naar Tilburg, naar het andere adres dat de bierfietsendieven hebben opgegeven. En daar hebben we meer succes. Binnen de kortste keren komt Tony naar buiten samen met zijn vriendin en partner in crime, Claudia E. Goedemorgen,
Oh, oude oplichter, waar ga jij naartoe? Waar ik naartoe daar? Ja. Naar huis toe. Nou, ik heb hier iemand die nog wat van jou te goed heeft. Dat is niet mijn probleem, dat heb ik toen... Dat is wel jouw probleem. Ja, maar dat heb ik ook gezegd dat ik dat netjes op zou lossen. Dat heb ik nou, je hebt het niet netjes opgelost. Nee, we zijn al weken verder. Dus maar hoe zit dat? Gezegd, ik heb je ook... Luister, je moet niet zo raar doen, want ten eerste... Zo raar doen? Jij bent de oplichter, niet nee, ik. Nee, dat ben ik ook met je eens. Maar ik heb je gezegd dat ik dat persoonlijk op zou lossen. Dat heb ik toen ook nou, wanneer gezegd. Doe je dat dan? Dat kan ik nou in principe kan ik dat wel gaan regelen. Maar luister nou, ik heb je ook gezegd waarom ik toen net heb. Hoe gaan we dat regelen? Luister, ik ga nu sowieso eerst aan die zakenpartner van mij. Want die heeft dat ding om beginnen met jou terug willen brengen. Wie? De zakenpartner. Jij bent de oplichter. Jij hebt dat ding verduisterd. Ja, dat zegt u ja, maar zo is dat eigenlijk in principe niet gedaan, dat verhaal. Want dat is heel anders gegaan. Hoe dan? Nou, mag ik eerst even het truitje aan doen? Het is een beetje koud. Nee, luister nou, ik heb gewoon gezegd van ik ga het gewoon fatsoenlijk oplossen. Maar, wij geloven jou niet op je woord. Daarvoor ben je te veel een oplichter. Ik heb tegen hem ook gezegd dat ik het gewoon netjes fatsoenlijk oplossen. Je bent ook nog voortvluchtig. Ja, dat zeg u. Ja, dat, nou, zullen we anders de politie er even bij halen? Nee, en dan eens kijken wat die ervan zeggen. Ik heb niet meer terug, maar het gaat zich om principe. Ik heb die fiets toen gedaan, heel klaar. En daar hoor ik gewoon verrand. Ja, en die heb je gewoon verduisterd. Ik heb helemaal niks verduisterd. Nee, wat heb je er dan mee gedaan? Luister, die staat gewoon bij die kameraad mee te lozen. Maar die kan ik nou gewoon niet vinden. Klaar, zo is het. Die kan je niet vinden. Ach, wat is het toch altijd sneu dat mensen jou bezoden. Jij doet niks, maar het zijn iedere keer de mensen die vervelende dingen doen waar jij niks aan kan doen. Jij kan het niet helpen. Je bent gewoon een boef, man. Ja, ik ben helemaal geen boef, het gaat hier om het principe. Kijk, ik vind gewoon jij in principes? Tuurlijk. Dat is nou iets wat voor ons mij helemaal niet samengaat. Nou, dat vindt u. Als er nou iemand onbetrouwbaar is en die ik niet op zijn woord geloof, ben jij het. Je bent een notore oplichter die iedereen besodemietert. Dat vind jij. Nou, is goed. Daar kunnen we lang over discussiëren. Ik zorg gewoon dat je fiets terugkomt klaar. Daarmee basta. Nee, daar zorg jij helemaal niet voor. Daar geloof ik geen bal van. Ja, nou, dat is ook jouw probleem. Nee, dat is niet mijn probleem. Dat is jouw probleem. We kunnen wel over breed lullen. Als jij mij dat niet gelooft, ja, dat is gewoon jouw probleem. Nee, maar vind je het gek dat ik jou niet geloof? Nee, natuurlijk geloof ik dat jij dat niet gelooft. Je bent een oplichter, man. Je liegt en bedriegt iedereen. Ik heb een hele lijst hier met mensen die gedupeerd zijn door jou. Ik denk dat wij even de politie erbij halen. Doe maar. We bellen de politie in Tilburg. Ondertussen komt ook handlanger Jan S., de huurder van de aanhangwagen, een kijkje nemen. Ja, dat is meneer. Die weet ook overal van. Van de aanhangwagen. Ja, van de aanhangwagen. Ja, nou kijk je heel bedenkelijk, hè? Die bellen over een fietscafé. Daar weet je zeker niks van, hè? Nee, ik heb hem alleen. Ik heb hem daar neergezet. En meer weet ik nergens. Nee, je weet nergens van. Oplossen. Ja. Nou, je bent net zo'n grote oplichter, je weet overal precies van. Ja jongen, je bent nu echt... Ik ben helemaal heb je even de verkeerde getroffen. Maar moet ik nou onder de indruk eigenlijk weer? Nee, hoeft helemaal niet, maar je gaat fijn even de bak in. Ga even maar. Nou, een maand of zeven nog, hè, geloof ik. Dus de zomer zit je lekker binnen. Is niet erg. Nee, is niet erg. En dan komen er nog een paar zaakjes bij van deze meneer. En nog een paar akkefietjes. Dus ik denk dat daar nog wel een paar maanden bovenop komen. De Tilburgse politie doet wat haar collega's in Barneveld, Hardenberg, Bijlen en Roermond al lang hadden moeten doen. In actie komen. Binnen 5 minuten komen de agenten erachter dat Tony inderdaad een gevangenisstraf van 7 maanden te goed heeft. Claudia blijkt gesignaleerd te staan. Ze worden allebei afgevoerd naar het politiebureau in Tilburg. Nou, complimenten voor de politie in Tilburg die zeer adequaat optrad. Maar bij de collega's uit Barneveld die het eigenlijke onderzoek deden, of beter gezegd niet deden, vraag je je af waarom iemand eigenlijk bij de politie is gegaan. Ik dacht altijd dat je dat deed uit een soort van rechtvaardigheidsgevoel, een drang om in actie te komen bij onrecht, op te komen voor slachtoffers. In het politieblad Alert, wat ze in een name in dit verband, las ik deze maand wat de diender van tegenwoordig zo aanspreekt in het werk bij de politie. Lees maar even mee wat Marijke Gijzen in haar column schrijft. Ze legt uit waarom zij het politiewerk prefereert boven het bedrijfsleven. Ze somt op. Slechts 36 uur werken tegen een aardig salaris. En die 36 uur kan je in 4 dagen volmaken. Een goed pensioen en ijzersterke rechtspositie. Marijke schrijft letterlijk: al ben je 6 keer per jaar ziek, dan krijg je nog 100% salaris. En
Je wordt niet ontslagen bij een reorganisatie. Je salaris is gegarandeerd op de 23e van de maand binnen en in mei en december zelfs nog wat extra. Er is altijd werk en dat biedt zekerheid. En over de prestaties die je moet leveren, schrijft Marijke dat je die met twee vingers in je neus kunt halen. Tja, daar hebben we een paar treffende voorbeelden van gezien. Ik zou tegen die minister zeggen, laat iedereen die vingers eens uit zijn neus halen en weer echt aan het werk gaan. Moet je kijken hoe snel die gevangenissen vol zitten die je wilt sluiten. Nou, dit was onze aflevering van vanavond. Volgende week zijn we weer met een nieuw dossier en wat alweer de laatste aflevering voor de zomerstop is. Ik kan u nu al zeggen dat het een bijzondere aflevering is. Zorg dus dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan. Like a fridge, it's like